We hebben net gehoord dat het ziekenhuis failliet is gegaan. En dat betekent dus dat per nu eigenlijk ook de patiëntenzorg hier ophoudt. En dat is dan na ruim 40 jaar dat we wel voor die patiënten gezorgd hebben. We hebben echt al 2 dagen lang voortdurend huilende patiënten aan de telefoon. Die volkomen in onzekerheid zitten of hun kuren, hun chemokuren doorgaan volgende week. Het is echt een drama voor heel Amsterdam en vooral voor onze patiënten. Ik had vanmorgen een patiënt, die is 102 jaar, en die zei tegen mij, ik heb het ziekenhuis nog opgebouwd zien worden. En nu kan ik gewoon niet meer komen. En dat vind ik echt heel erg. Ja. Typerend dat het u ook echt te doen is om de patiënten, nog niet eens zozeer om uw eigen lot. Nee, maar dat staat het Slotervaart wel bekend om. Slotervaart staat bekend dat personeel zo betrokken is bij de patiënten. Onze patiënten die we dus nu hebben, ik moet zo meteen nog een patiënt gaan spreken, die hebben per nu dus ook geen zorg meer. En er wordt gedaan in de media alsof het een geregisseerde overdracht van patiëntenzorg is. Ga ook met je microfoon bij het AMC in de VU en het OVG staan en vraag daar dan hoe het geregeld is. Zij weten het ook niet en wij weten het ook niet. We zijn ontslagen. En ik heb avonddienst vanavond. Wat moet ik doen? Goede zorg leveren voor die patiënten die achter zijn gebleven. Maar ik vind KOT. Nee, we moesten de patiënten afbellen, in ieder geval de patiënten met nieuwe klachten. Die moesten gewoon weigeren en de andere patiënten, de lopende patiënten mochten nog wel komen. We hebben ook nog afspraken gemaakt. Er staan ook zelfs nog polyafspraken voor in maart, april, mei. Alles staat nog helemaal vol. Of al vol. Ik weet ook niet hoe we dat gaan oplossen. Die berichten die worden inderdaad verspreid. Het is gegarandeerd, de zorg is gegarandeerd. Wordt overgenomen door andere ziekenhuizen. U zet daar uw vraagtekens bij. Nou, de wil is er absoluut. En wij krijgen ook persoonlijk steeds contact van als we kunnen helpen, laat maar weten. Alleen, we kunnen geen patiënten op dit moment overnemen, want ze liggen al bij ons in stapelbedden. Dat is een letterlijk citaat. Zo staat de zorg er nu voor. Dus er is de facto niet iets geregeld. Dat moet nog gaan gebeuren. Maar die patiënten die hier liggen zijn nu ziek. Niet morgen, maar nu. Als SP willen wij een doorstart van dit ziekenhuis. Dit ziekenhuis, Slotervaart, begon als gemeenteziekenhuis. Juist voor de meest kwetsbare burgers in Amsterdam. De drugsverslaafden, de mensen met chronische aandoeningen. En we zien dat de afgelopen 10 jaar hier de commercialisering, de patiëntenzorg geschaad is. En wij vinden dat juist in deze wijk, waar mensen het niet breed hebben, de gemeente en in het bijzonder de minister van VWS een opdracht moet geven aan verzekeraars om dit ziekenhuis overeind te blijven. Want er wordt hier prima zorg geleverd. We kennen alle artsen, het is je en jij. Het is een hele gemoedelijke sfeer altijd en dat is nu ineens weg. Gewoon weg. Kunt u zich een leven voorstellen zonder het Slotervaart? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Het is wel de realiteit. Ja, het drinkt nog niet echt door, denk ik. Het is de realiteit, maar ik weet niet. Ik weet ook niet hoe we dit gaan afbouwen, hoe we de patiënten gaan helpen naar een ander ziekenhuis toe te komen. Ik ben echt verbijsterd.